En Hans, je hebt grote hoogtepunten meegemaakt als voorzitter. En ook diepe dalen. Ik dank alle leden voor het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven. Als nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid. Voor nu, heb lief. Bent u tevreden? De leden hebben gekozen, dus Vroeg ik niet? Ja, nee, het lijkt me een goede keuze. U bent tevreden? Ja. U heeft ook op haar gestemd? We gaan gewoon met haar, met Nelle. Nee dus? Ja, ik heb wel op haar gestemd. Oh wel? Ja. Zeg je dat dan niet gewoon? Nee, maar wat ik vind eerlijk, het gaat om de leden, het gaat niet om mij. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Je kan eventjes terugkijken natuurlijk op een, op een partijvoorzitterschap. Ja, dat ging niet helemaal goed, hè? Ja, maar dat doe ik met alle eerbied echt toch wel niet nu. Hè? Want nu zijn we bij elkaar om de nieuwe voorzitter te installeren. En afscheid te nemen van u? Stilgestaan zeg maar, bij Eberhard. En allerlei terugblikken over het voorzitterschap. Dat is allemaal goed, maar dat boeit me nu echt wat minder. Bent u tevreden? Ik ben hartstikke blij, ja. En u bent misschien ook vooral blij omdat Spekman weg is? Nee, die ben ik heel dankbaar voor heel veel werk, heel veel jaren. Iemand, als je het hebt over met hart en ziel je werk doen, is hij daar een voorbeeld van. Maar misschien wel met iets te veel hart en ziel, hè? Want dat wordt hem wel eens verweten. Hij is te geprofileerd geweest als voorzitter. Hij heeft ook de mensen in Den Haag een beetje voor de voeten gelopen. Hoopt u dat de nieuwe voorzitter zich wat rustiger gedraagt? Een beetje voor u onzichtbaar misschien, onzichtbaarder? Nou, weet je, ik zou het heel fijn vinden als dat nou de oorzaak was van onze verkiezingsnederlaag. Maar dat is een beetje makkelijk. Nee, maar dat zeg ik niet. Nee, maar je hebt de voorzitter, je hebt die verdelingen natuurlijk binnen een partij. En Spekman, liep jullie wel eens voor de voeten daar in Den Haag? Nou, ik heb er niet zoveel last van gehad hoor. Nee, dat vind ik. Ik vond het juist mooi. Hij 100% zichzelf, vintage Hans Spekman. Vintage? Ja, toch? Ouderwets is dat, hè? Ja. Ja, maar dat ouderwets is misschien niet helemaal in deze tijdsgeest passend. Ja, we zullen het zien. Nou, ik ben heel links. Ja, dat is zo. En ouderwets. Te links voor de partij? Voor deze tijd ook misschien wel, de tijdsgeest? Nee, ik denk dat de tijdsgeest juist links is. Je krijgt nu allemaal initiatieven zoals de Riders Union. Je ziet PO in actie gisteren met 60.000 mensen, docenten die daar staan. Je ziet nou een groep die tegen de flex wonen is. Fuck de flex, noemen ze zichzelf. Je ziet allerlei dat soort initiatieven opkomen. Ik denk de tijd wordt links. Alleen die was het niet. Dus u was uw tijd ver vooruit, zegt u eigenlijk? Nou, ik weet niet, heel ver. Maar wel een stukje. Weet je, ik ben soms ook heel ouderwets, merk ik. Dus net zo ouderwets als Hans, alleen ik... Wie? Jij? Ja, ik. Ik is toch ook nooit wat geworden? Dat is waar. Dat is waar. Misschien een schrale troost dat ik u altijd wel een hele aardige... Nou, misschien wel steeds aardiger ben gaan vinden ook. Kijk, heb toch iets gewonnen. Toch iets bereikt. Ja, dankjewel. Tot ziens, hè. Ja.